jaar moeten krijgen via toetredingsinstrumenten. Collega Klaas, 1 minuut. Dank u, voorzitter. Hoe lang gaan we ons nog bezighouden met het opstellen van zogenaamde vooruitgangsrapporten over Turkije die helemaal geen vooruitgang bevatten? Dit is nu al het 6e of het 7e sinds 2005 en ik vraag mij af of er in Turkije en in Europa nog iemand is die deze teksten ernstig neemt. We weten allemaal dat Turkije niet voldeed om zelfs nog maar aan de onderhandelingen te beginnen over de toetreding en de zaken zijn ondertussen van kwaad naar erger gegaan. Momenteel zitten er ongeveer 100 mensen in de gevangenis in Turkije, louter omwille van hun mening die ze hebben verkondigd. Daar zitten professoren bij, ambtenaren, legerofficieren, schrijvers, journalisten en verkozen politici. Is dat het soort landen dat we in de Europese Unie willen hebben? Ook de houding van Turkije tegen Cyprus is een schandaal, net zoals het buitenlands beleid dat zich altijd maar meer van Europa afkeert. Laat ons dus eindelijk de stekker uittrekken en eens en voorgoed beslissen dat Europa Europees moet blijven. Dank u, collega Klaes. Dan volgt nu collega Theo Garus. 1,5 minuut spreekt het, mevrouw. Dank u, voorzitter. Het is volstrekt duidelijk dat het niveau, de mate waarin mensenrechten toegepast worden, in Turkije op zich niet het mogelijk maakt dat dit land ambitie mag.